De sloop van het speelhuis is op dit moment in volle gang. In de tweede helft van oktober zijn de sloopwerkzaamheden klaar en is het theater volledig uit het straatbeeld verdwenen. Het terrein, dat waarschijnlijk een aantal jaren braak komt te liggen, wordt tijdelijk aangekleed, zodat het stadscentrum toch een nette indruk kan achterlaten bij bezoekers en winkelend publiek. Er worden 12 bomen geplant die samen de omtrek van het voormalige speelhuis zullen markeren. De theaterfunctie is inmiddels deels ondergebracht in de Onze Lieve Vrouwenkerk.